Welkom bij de Kat Coolmo podcast. Hey allemaal, welkom bij een nieuwe podcast aflevering van de Kat Coolmo podcast. En vandaag heb ik weer een toffe gast. En dat is Simone de Jong. Hey Simone, welkom. Hoi Kat. Leuk om er te zijn, ik heb er zin in. Ik ook, want ik ben zo nieuwsgierig naar jou. Want ik ken jou nog niet. Wij zijn aan elkaar voorgesteld, virtueel, zullen we maar zeggen, door een gezamenlijke kennis. En ik ben dus echt reuze benieuwd. Wie ben jij? Wat doe je? Wat drijft jou? Dat soort dingetjes. Vertel eens. Yes. Nou, ik ben Simone de Jong. En ik ben intuïtief coach. Ik coach ondernemende vrouwen, vrouwelijke ondernemers, maar ook ondernemende vrouwen die iets voor zichzelf willen gaan starten. En want ik vind ook echt dat naast vrouwelijke ondernemers ook echt genoeg ondernemende vrouwen zijn die hun goud nog niet ontdekt hebben. En ik focus me op hun goud, hun eigenlijk nog niet ontdekte schatten die nog in hen verborgen liggen. En dat doe ik door middel van me voor een sessie af te stemmen op de vrouwen waar ik een goudsessie mee heb. Cool. Dat vind ik echt heel grappig, want ik had het natuurlijk al gezien in jouw Instagram profiel. En ik dacht, nou, we zijn collega's, wat leuk. Jij bent gewoon ook een goudzoeker. En, of een goudvinder, het is maar hoe je het wil noemen. Maar ik vind het ook heel leuk dat je zegt van ik doe het intuïtief en ik stem in. Dus ik heb een andere, ik doe het ook intuïtief, maar waarschijnlijk op een andere manier. Maar wat leuk. Heel tof. Ja. En wat versta je daar dan onder dat goud? Onder het goud? Je zegt verborgen schatten, maar wat dan zoal? Nou, het is natuurlijk per vrouwelijke onderneemster verschillend. Maar wat ik ook heel erg heb, is dat het goud is eigenlijk dat je bij je ware jij komt. Waar je echt blij van wordt. Waar je echt vanuit bed springt 's ochtends. En dat je eigenlijk dat de aangeleerde patronen die je nu hebt eigen gemaakt, die door in je opvoeding zijn meegegeven of door jezelf ondertussen gecreëerd zijn, waardoor je eigenlijk jezelf nog niet hebt leren kennen. Want heel veel, dat zinnetje dichter bij jezelf komen, dat vond ik vroeger echt een kotzin, dat ik dacht dat ik dat las bij een coach van dichter bij jezelf komen, de ware jij. Dat ik dacht van je bent al je ware jij. Maar heel veel vrouwen weten echt nog niet welke potentie en power er in hen zit. En ja, dat is waar ik dan me op afstem. En dat ze ook, ze leggen daar blokkades op. Waardoor ze dat goud nog echt op die, ik zie het altijd als zo'n piratenschip wat gezonken is. En dat die schatkisten dan onder het allerg zitten en nog helemaal dichtgeslagen zitten. En niemand weet waar het ligt. En dat het echt, dat vrouwen gaan voelen waar ze eigenlijk toe in staat zijn. En dat ze nu nog vaak angsten hebben voor iets. En dat juist hun goud is. Dat ze daar enorm goed in zijn. Cool. Ja, nou, I can totally relate to that. heerlijk, hè? Ja, en een mooie missie natuurlijk. Want het is ook mijn missie, dus ik herken het heel erg. En oh my god, wat zijn er veel vrouwen, en mannen trouwens ook, maar veel vrouwen die het gewoon, ik noem het altijd, je zit op een kist met goud en je hebt het gewoon niet door. Hoeveel het is. En het zijn vaak de vanzelfsprekende dingen. En inderdaad de dingen waar je dan bang voor bent, waar de meeste groeikansen zitten. En dat ontdekken en dan echt gaan voelen van, oh, dit is het, weet je wel. En daar dan mee aan de slag te gaan. Super cool. Ja. Hoe ben je daar nou zo bijgekomen om dat te gaan doen? Ja, nou ja, ik werd wakker en nee, dat zijn de beste. Ik werd wakker en ik dacht, goud. Wat ga ik doen? Nee, het is wel echt een procesje geweest, hoor. Een procesje van heel wat jaren.
Heeft er ook mee te maken dat ik voorheen mijn eigen goud was ook mijn grootste angst. En mijn goud is natuurlijk dat ik mensen kan lezen en dingen weet. Dus dat ik mijn zesde zintuig aanzet. En iedereen heeft, want dat vind ik ook echt tot het goud bij alle mensen op aarde behoren, dat ze in contact komen te staan met hun intuïtie en hun zesde zintuig. Waardoor je veel meer vertrouwen in jezelf gaat krijgen en de controle op dingen veel meer los gaat laten, omdat je het proces ziet waarom dingen gebeuren en waarom dingen ook gebeurd zijn, hoe pijnlijk soms ook, dat natuurlijk ook. En ik ben toen eigenlijk een cursus gaan doen, een intuïtieve cursus, eigenlijk een medium cursus. En die ben ik echt gaan volgen voor mezelf. En ik weet nog dat ik zei, de stap daar naartoe was, duurde heel lang. Ik ben dat op mijn 33ste gaan doen. En dat ik echt altijd scheidbang was voor de dingen wat ik voelde. Omdat ik vroeger ook iets gezien had wat ik niet prettig vond. En sindsdien wilde ik alle deuren dichtgooien. Maar toen op mijn 33ste had ik toch zoiets van, nou, ik mag ermee aan de slag. Het is nu echt de hoogste tijd om hiermee aan de slag te gaan. En toen ben ik eigenlijk een cursus gaan volgen voor mezelf, dat ik van de angst af wilde en het overzien. En gedurende dat proces, eigenlijk 3 jaar geleden, was ik met een ondernemersvriendin van mij ook aan het sparren. En wij kennen elkaar van vroeger. En zij zei tegen mij ook van, maar wat doe je nog in het onderwijs? En toen zei ik, ja, dit en dit, ik ben er goed in. En toen zei ze, ja, maar eigenlijk zou je van iets anders veel blijer worden. En toen zei ze, waarom ga je niet iets met je zesde zintuig doen? Toen zei ik, ja, er zitten mensen toch helemaal niet op te wachten dat ik mijn zesde zintuig ga gebruiken. En misschien ben ik er wel niet goed genoeg in. Dus mijn goud was ik ook onder dat alg aan het verstopt laten. En toen heb ik, toen zei ik, nou, ik vind het eigenlijk wel een goeie. Ik ga gewoon een testpanel verzamelen om me heen, wat ik niet ken. En ga ik gewoon piloten, ga ik gewoon een aantal gratis sessies doen en kijken of ik daadwerkelijk wel echt genoeg weet. Ja, en toen dat gevoel wat ik daarbij kreeg, echt van yes, de vinger meteen op de zere plek, maar dan in liefde neerleggen. En ik ben eigenlijk zelfs gestart met eerst overleden mensen te lezen, dus echt voorwerpen van overleden personen. Me daar heel erg op toegespitst. En toen kwamen er ook een aantal levende personen als testpanel. En toen dacht ik, ja, ik vind dat toch wel echt leuk. Want je krijgt meteen die terugkoppeling. En ik vind overleden mensen vind ik ook nog steeds heel waardevol dat je dat kan geven. Want je kunt ook je klanten heel veel moois geven. Alleen dan is het soms, ja, weet ik eigenlijk niet. Ik weet niet precies. En dan en dan komt later wel het stuk dat het valt. Maar als je dan de persoon tegenover je hebt en je ziet die groei die ze doormaken doordat jij het benoemt. En die puzzelstukjes eindelijk gelegd worden. Nou, je zult exact weten hoe dat voelt. Dat die blijdschap en dat geluk wat je dan mag brengen. Ja, dat is gewoon, je ziet het ook aan mijn gezicht. Ik ga daar echt van aan. Het is echt, ja, wat cool zeg. Kicken. Ja, en ik snap ook wel wat, ja, zeg maar het verschil tussen dat je inderdaad met mensen die overleden zijn kan communiceren. Dan kan je natuurlijk allerlei, ja, toch ook antwoorden geven en met, op vragen. Maar het is toch, en mensen kunnen daardoor misschien wel verder met hun leven, omdat ze een bepaald antwoord hebben gekregen. Maar dat is toch van een andere impact, denk ik. Ja. En ik snap dus heel goed dat je zegt van, ja, weet je kan het natuurlijk op zoveel manieren inzetten. Het zesde zintuig, of hoe je het ook wil noemen. Ja. Ja, hogere intuïtie, whatever, weet je wel. Je kan jezelf een medium noemen, maar ja, dat. Weet je wel, dus dat is, ja, interessant. Leuk. Ah, cool. En mooie stap dus, waar je geen spijt van hebt gekregen, als ik het zo hoor. Nee, zeker niet. Nee. Super. Nee. Nou, klinkt goed. En weet je, dus... Nou, ik denk dat ik al een klein antwoord heb op je vraag wat jou rijk maakt. In deze podcast hebben we het over rijkdom. In de brede zin van het woord. En over goud. Nou, dat is ons ding, hè. Maar ik vind het ook altijd leuk om het even over geld te hebben. Dat is misschien een beetje plat, maar ook weer niet. Het is maar net hoe je geld ziet. En daar ben ik dus wel nieuwsgierig naar. Wat heb jij van huis uit meegekregen over geld?
Nou, ben je klaar voor? Ik wel. Nou, ik ben echt, kom uit een arbeidersgezin. En ja, ik noem het altijd arbeidersgezin, klinkt een beetje oldschool, zeg maar. Dan moet ik ook altijd aan de industriële revolutie denken. Maar wel een arbeidersgezin, moeder, zeg maar, thuis bij de kinderen. 4 kinderen, dus groot gezin ook. En ik ben een van een drieling, dus het was niet bewust een groot gezin, maar wel een groot gezin. En mijn vader, die was vrachtwagenchauffeur en daarna is hij omgeschoold tot hovenier. En vanwege rugklachten. En ja, ik heb heel erg meegekregen dat ik echt geen geld mocht uitgeven. En ik heb ook echt, nou, zo lang als ik me kan herinneren, totdat ik me echt ging oppassen en mijn eigen kleding kon kopen, echt tweedehands kleren gedragen en echt heel erg zuinig opgevoed. En sparen. Dus wel hele bewuste keuzes maken met je geld. Ja. En heb je daar nog iets aan Ja, dat ik het nu overgehouden? allemaal uitgeef. Nee. Nee, ik heb daar aan overgehouden dat ik het wel heel belangrijk vind dat mijn kinderen niet tweedehands kleding krijgen. Dat ik wel zoiets heb dat als vrienden van ons bijvoorbeeld een mooie winterjas over hebben en die zeggen: Oh, willen Xavier vinden en het is een maat en hij ziet er goed uit, dan vind ik dat prima. Maar ze hebben ook altijd zelf wel niet overdreven. Dus het is niet dat ik nu ineens ga compenseren wat ik toen niet heb gehad. Helemaal niet. Maar ik vind het ook heel belangrijk dat ze hun eigen identiteit ontwikkelen. En dat ik dat qua kleding, dat bij mij heel lang heeft geduurd voordat ik daar een beetje in wist van ja, maar wat past er bij mij en wie ben ik dan? Maar ook dat, en dat heb ik wel. Uiteindelijk maakt het niet uit dat als jij voelt wie je bent, dan kun je in je pyjama over straat lopen. Of op het mooiste lijkt mij ooit dat als ik, en je weet nooit hoe het in de toekomst loopt, maar dat je een event geeft en dat je daar gewoon in je, dan moet het wel een mooie pyjama zijn, vind ik satijn. Want als je dan op een event staat, moet het wel zeg maar ook een beetje shinen. Maar uiteindelijk gaat het er echt om dat je het in je hart voelt en dat je dat overbrengt. Dat het niet uitmaakt wat je uiteindelijk aan hebt, of het het tweedehands is. Maar dat het aan overhouden is dat het mijn eigen stijl heeft lang geduurd om die te ontwikkelen op vlak van kleding. Ja. Ja, en dat, nou ja, en dat geef je nu dus aan je zoons. Zoons, hoor ik goed? Ja, Ja. twee zoons. Ja, 2 zoons. Ja. In de leeftijd van Zeven puber? en de 7 is de oudste en de jongste wordt bijna 6. Oké. Leuk. Ja, mooi. Ik vind het wel grappig altijd van, ja, soms kan je echt een hele erge tegenreactie krijgen als je op een bepaalde manier Ja. bent opgevoed, inderdaad. Maar ik vind Ja. het wel mooi hoe je het omzet in iets wat voor jou werkt. Ja. Ja, en als, nou ja, we gaan gewoon nog even door over geld. Als jij geld hebt, waar geef je het graag aan uit? Wat vind je belangrijk? Ja, persoonlijke ontwikkeling vind ik echt heel erg belangrijk. Ik vind het ook belangrijk dat, en wat ik al zeg met maten kleding, dat als je iets aantrekt, dat je daar blij van wordt. En dat ik, en ik denk er altijd nog wel bewust over na van, word ik er echt blij van? Dus ik ben niet iemand die kleding gaat shoppen en denkt, oh, mijn kast is maar helemaal vol. Nee, het moet echt, ja, ik noem het dan altijd een Simone-item zijn, zeg maar. En dan, dus ja, kleding en persoonlijke ontwikkeling vind ik echt heel belangrijk. En daarnaast investeringen ook in het huis. Dus dat je je huis op die manier, laatst hebben we een investering gedaan om al het glas, alle raamwerken zeg maar te vervangen. Op dat het ook duurzamer is en dat de energie zeg maar beter in huis blijft hangen. Ja, dat vind ik belangrijk. Dus ja. Ja. Ik zit Mooi. te denken, zijn er nog guilty pleasures? Ja, natuurlijk chocola, maar dat is ook niet dat ik Ja. dat met bergen eet door de Het is ook niet week. zo Maar duur. ja, Nee, nee. maar goed. Ja, nou ja, sommige mensen geven er geen geld aan uit. Dus het zou iets Ja. kunnen zeggen over je. Ja. En stel nou dat je nog één tientje hebt. Ja, sommige mensen overkomt dat nooit. Maar Nee.
Je hebt nog één tientje. Je weet niet wanneer er weer een nieuw tientje komt. Je zit eventjes met dat ene tientje. Wat ga je doen met dat tientje? Ja. Ja, ik vind dat echt lastig hoor. Want om dat voor me te zien dat je echt nog maar één tientje hebt. Dat is echt gewoon... Ja, ik kan me niet voorstellen. Terwijl het zijn mensen natuurlijk die dat overkomt. Ja, ik denk dan toch voor... ik zou van dat tientje zou ik willen zorgen dat ik er meer van maak. Dus dat is ondertussen wel... vroeger had ik dat nooit bedacht. Maar tegenwoordig denk ik... Ja, maar je kunt van dat tientje dan ook echt gewoon meer maken. Dus daar zou ik voor gaan. En dat je het echt alleen aan het hoognodige uitgeeft. Dus gewoon water en desnoods droog brood. Maar dat je in leven blijft. Dus dat de basisbehoefte, zeg maar. Ja, grappig. Ja, het zegt wel iets over of je een ondernemersgeest hebt of niet. Of je dat antwoord geeft. Het is echt heel grappig. Want sommige mensen die geven het gewoon meteen uit. En andere mensen zeggen, nou, dat gaat mij nooit overkomen. Nou, ik heb het wel eens meegemaakt. Het is best wel stressvol hoor. Ja. Ja, dat lijkt me ook inderdaad, ja. Ja, en wat zou je doen als je een tientje op straat vindt? Ja, dan zou ik het dus echt bewaren tot het grotere goed, zeg maar. Dat het echt, ik ben dan niet het type dat dan gelijk het uitgeeft aan iets onzinnigs, omdat het mij 10 euro... Ik kijk dan altijd naar het grote geheel van... ik heb altijd wel dingen in mijn hoofd van, oh, daar spaar ik voor of dat wil ik gaan doen. En dan leg ik daar dat tientje bij, om dat sneller te bereiken. Ja. Oké. Ja. En stel nou dat geld gewoon geen enkele rol zou spelen. Dat je hebt een kraan en dan komt het gewoon uit. Of je hebt een, nou ja, sommige mensen zeggen, het groeit me niet op de rug. Of stel dat het je wel op die rug groeit. En je hoeft er gewoon niet over na te denken. Het komt gewoon altijd naar je toe. Ja. Hoe zou jouw leven er dan uitzien? Ja, het klinkt echt heel saai, maar echt hetzelfde als nu. Ik zou iets vaker naar de kapper gaan. Daar zal ik heel eerlijk in zijn. Ik zou denk ik vaker in die kapperstoel gaan zitten. Dat wel, maar voor de rest zou het echt hetzelfde zijn. Want dat is ook sinds dat ik voor mezelf ben gestart... ben ik echt blij met hoe ik leef. En had je het 5 jaar geleden gevraagd... dan had ik nu echt een bak met allerlei dingen opgenoemd. Dit en dit en dit. En eigenlijk zou ik dan nog steeds precies doen wat ik nu doe. Ja. Dat is wel een relaxed idee, toch? Dat, ja, je wel van, dat je eigenlijk ook helemaal niet zoiets hebt van... oh, ik heb nog een heel lijstje, maar dan moet dit en dan moet dat en dan moet dat. Soort die onrust, zeg maar. Ja, dat is wel fijn. Maar ook niet een villa in Italië of een mooie auto. Of een, nee, ja, een mooie auto heb ik al. Nee, check. Check, daar ben ik al blij mee. En wat voor mij een mooie auto is, is hoogstwaarschijnlijk voor een ander geen mooie auto. Maar ik ben er intens gelukkig mee. En... nee, want ik ga ook altijd heel erg uit van, ik wil graag dat er, ik ben vroeger ook opgevoed dat je 5 jaar lang naar dezelfde camping ging. En dat vond ik toen heel erg prima. Maar ik merk dat ik daar nu heel onrustig van word. Dus dat je dan een vakantiehuis hebt, dan zou ik het gaan verhuren. Dus ja, die ondernemersspirit, tegenwoordig denk ik daar heel erg over na. Terwijl echt 5 jaar geleden was ik daar helemaal niet mee bezig. Maar ik wil gewoon ook wisseling van scenery. Dus dat je ook gewoon andere input krijgt in je brein. En dat je daar weer van aangaat. En ja, vakanties. Kijk, nu is het corona. Dus vakanties deden wij normaal ook al 3 keer op jaarbasis. Dus het is niet dat ik dan ineens 5 keer ga. Het is gewoon goed zoals het is. Intens dankbaar en gelukkig ben ik gewoon. Wauw. Ja. Kunnen mensen bij jou op cursus? Ja, dat kan. Ja. en ik zag laatst ergens en ik merk dat als ik die vraag stel, dat ik dat dan moet uitleggen. Want het is blijkbaar niet vanzelfsprekend. Als je de enige op de wereld zou zijn, wat zou je dan doen? En eigenlijk, ik zal hem even toelichten, ben ik nieuwsgierig naar, zou je dan ook doen wat je nu doet? Dus met andere woorden, voel je het zo diep van binnen... Dat je niet anders kan. Dus als er geen publiek voor is, zou je het dan ook doen? Ja, weet je wat grappig is? Jouw vraag,
triggerde bij mij meteen, ja, wat zou ik dan doen inderdaad? En het mooie is dat ik dacht, nou, dan lees ik geen mensen, maar dan lees ik dieren, dan lees ik de maan, dan lees ik de sterren, dan wandel ik aan zee, kijk ik naar de natuur, verbind ik me nog steeds met het universum. Dus ja, ik doe dan nog steeds hetzelfde, alleen op een andere manier. Ja. Ja, het is een beetje, ik weet niet meer waar ik de vraag vandaan heb, maar het is een beetje een vraag van, sommige mensen zeggen dan van, ja, ik wil kunstenaar zijn, maar stel nou dat er geen publiek is voor jouw kunst, zou je dan nog steeds kunst maken, weet je wel? Dus ja. Ben je dan wel echt een echte kunstenaar, als je het eigenlijk alleen maar doet voor de likes, om maar iets te zeggen? Wat natuurlijk gewoon helemaal prima is, hè? Ik heb er geen oordeel over, maar het is gewoon, ik dacht in één keer van, hé, hij triggert me best wel die vraag. Ja, ik vind het echt ook een hele mooie vraag, want het triggert ook echt iets. Want ik ging er bewust over nadenken van, wow, wat zou ik dan... En het mooie is ook, ja, dat vond ik heel mooi. Die vraag triggert bij mij dan ook dat ik echt eventjes ga in mezelf even afdaal en een wereld helemaal alleen zie. Maar dat ik me gelijk aan het strand zag zitten en echt gewoon... met de natuur verbinden en wat ik nu eigenlijk niet doe met dieren verbinden, maar dat voelde ik heel erg van ja, dan is dat wat ik ga doen. Ja. 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 Mooi. Nou, dat zou ook wel tof zijn. Nou, als je je gaat vervelen in deze carrière, dan kan je altijd nog next level gaan of hoe je het dan ook wil. Ja. Leuk. Ja, en de basisvraag van deze hele podcast, dat is wat maakt jou rijk? Ja, wat maakt me rijk is dat ik ondertussen mijn eigen goud gevonden heb. Dus dat ik echt daardoor rust ervaar. En ik was heel erg van de lijstjes en wat ik allemaal moest. En kon heel erg ontevreden zijn over mezelf. Dat ik te weinig gedaan had. En dat ik ook... Een collega die kon altijd heel erg lachen om mij. Dat ik toen ik nog les gaf, toen volgde ik ook, werkte ik fulltime en had ik er ook een HBO-studie Engels naast. En dan zat ik in de pauze, was ik aan het corrigeren. Dus was ik corrigeerwerk aan het doen. En hij zei ook altijd: Simone, echt serieus, een pauze is om pauze te houden. Maar ik was altijd, stond altijd aan. En ik moest heel veel van mezelf. En nu doe ik nog steeds heel veel. Maar echt vanuit plezier. En echt ja, dat ik ervan geniet. En toen was het meer zo'n automatische piloot. Waar ik geen verbinding maakte met mezelf. En echt het plezier. Ja, ja. Dus dat maakt me rijk. Ja. En dan is de vraag. Wat is jouw grootste goud? Die is eigenlijk ook beantwoord, denk ik. Ja. Want hoe doe jij het? Want je zegt van nou, ik coach mensen. Dus dat is één op één coaching? Of heb je nog andere manieren waarop je dat doet? Of, Ja, één op één. En ik heb ook, nu is het nog één op één. Uiteindelijk hebben we natuurlijk ook mooie plannen om daar wel echt... eigenlijk staat al heel veel digitaal ook. Want er is ook naast de één op één is er ook een digitale... programma wat het ondersteunt. Dus dat mijn klanten ook echt toegang hebben tot nog meer informatie. Wat je niet allemaal in één op één kan uitwisselen. En dus dat. En er zitten dus nog echt wel plannen om dat helemaal te automatiseren. Dat het voor mensen die één op één bijvoorbeeld het te kostbaar vinden. Of gewoon het prettiger vinden om het online tot zich te nemen. Zonder één op één coaching. Dat ook bij hen komt. Ja. Ja, maar dat is natuurlijk ook... Nee, vertel. Ja, ook nog geef ik ook masterclasses. En dat is wel een groepsverband. Dus dat is wel echt... dat is wel met meerdere dames bij elkaar. Ja. Ja, want voor wat jij doet... weet je, omdat je met die intuïtie werkt... is dat natuurlijk wel... Ben je een belangrijk onderdeel van wat je doet... En dus dat is, dat is altijd de vraag dan van, kan je dat ook online doen? Ik denk wel dat het kan, want je kan natuurlijk ook mensen leren van hoe ze bij hun eigen intuïtie komen. Ja. Dus dan kan je het op die manier natuurlijk doen. Ja. Maar, leuk hoor. Inspirerend. En over inspiratie gesproken, ik maak even een bruggetje. Wat is jouw favoriete boek en waarom?
Nou, ik vind het echt een mooie vraag, want ik heb echt 10 titels schieten er door mijn hoofd. Maar toen dacht ik ook van nee, de eerste twee die door mijn hoofd gaan. En het klinkt misschien heel raar, maar het allereerste boek wat ik echt vind dat eigenlijk iedereen ooit gelezen moet hebben, is het boek van Marie Kondo, Opgeruimd. En zal ik uitleggen ook waarom? Of, Ja, heel graag. ja, nou, omdat mensen echt. Eigenlijk is Marie Kondo is echt een therapeutisch boek. En mensen denken vaak van ja, maar het is een opruimboek. Maar het is veel meer, want je gaat echt kijken naar waar word ik blij van. Dus je wordt veel bewuster waar je blijdschap uit gaat halen. Waar ik voorheen wel inderdaad kon shoppen. En dat ik dacht, oh, het truitje is maar 15 euro. Ach, ik neem het mee. En het hing in de kast, maar ik werd er niet heel blij van. En het kwam misschien die kast niet eens uit. Dat je heel erg bewust gaat nadenken, maar dan naast spullen ga je ook heel erg nadenken over het stukje waarom je die spullen hebt. Want heb je die spullen omdat het nog iets moois van vroeger symboliseerde wat toen was, maar wat nu eigenlijk intens veel pijn doet als je het ziet of als je het überhaupt mee geconfronteerd wordt. Zodat mensen ja, zich vaak aan oude dingetjes vasthouden. En daarnaast kennen we natuurlijk allemaal het voorbeeld als je cadeaus krijgt voor je verjaardag en dat je echt denkt, oh my god, wat moet ik hiermee? Dit is echt gewoon, ik word hier gewoon niet blij van. En dat mensen het dan uit goed fatsoen bewaren of ja, maar ik wil de ander niet kwetsen. Terwijl we tegenwoordig allemaal, ja, ik heb het op een gegeven moment vanaf mijn 16e dat ik dan wel zo brutaal was om te zeggen van ja, ik kan er niks mee of ik heb het al, kunnen we het ruilen? Ik moet ook zeggen dat mijn ene zusje is daar echt niet blij mee. Want die kan echt wel eens met iets aankomen. En dat ik dan denk, ja, ik ga er niks mee doen. Ik vind het zonde. Ik vind het zonde. Als jij het mooi vindt, neem jij het mee. Ik hoef er niks anders voor. Geniet jij ervan. En dat ik, ja, dat mensen echt gewoon naar die onderliggende stukjes ook gaan kijken. Waarom heb je het? En dat dingen die je pijn doen en pijn triggeren, dat dat opgeruimd mag worden en omgevormd mag worden. Dus dat je letterlijk die ruimte mag creëren in jezelf en in je huis. Ja, top. Ja, helemaal eens ook. En het is wel grappig dat je over die verjaardag begint. Want dat is inderdaad, het is een van de redenen waarom ik mijn verjaardag niet vier. Ik kreeg altijd, ik ben toevallig volgende week jarig. Maar Leuk. ik kreeg altijd kaarsen en dat soort dingen, omdat het dan november is. En dan geurkaars of zo. Die vind ik dus Ja. stinken. Dus, en ik denk, ja, hartstikke lief dat je bent wezen zoeken. En ja, thank you. Ja. Maar wat moet ik hiermee? En ik Ja. heb vorig jaar mijn huis weggedaan en allemaal spullen weggedaan. Dus ik ben echt keihard aan de Marie Kondo gegaan. En bij Ja. alles, echt gewoon alles door je handen laten gaan. Van 15 jaar wat ik verzameld had. Dat was een heftig proces, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Maar wat een last viel er van mijn schouders Ja. toen ik dat proces helemaal doorgemaakt had. En ja, dat was echt high-level therapie. Helemaal mee eens. En Ja. zo fijn als je gewoon je realiseert van, hey, dit is iets uit het verleden wat ik helemaal niet mee hoef te nemen naar de toekomst. Ja. Dat mag gewoon daar blijven. En dat is prima. En ik maak er een foto van en dat is cool, weet je wel. En Ja. die foto die ga ik nooit meer bekijken. Ik had het dan nog even zo van, Ja. een soort tussenfase van het loslaatproces, dat je denkt, nou, dan maak ik er een foto van. Terwijl Ja. je weet natuurlijk gewoon, als je reëel bent, je gaat niet al die foto's meer terug zitten kijken. Maar dan, Nee. maar het is toch een soort van, ja, als je het moeilijk vindt, dan kan je dat nog op die manier doen. En Ja. vervolgens, inderdaad, het besluit nemen dat niet alles zomaar meer je huis inkomt. Dat je dus, Ja. en ik, ja, nu weten mensen van mij van, ik ben minimalist. En ja, je hoeft dus niet, je hoeft mij niks te geven. Ik hoef geen spullen. Ik wil alleen maar ervaringen en verder niks. Ja. En ja, dat boek heeft wel echt daar, nou, ik heb vooral die serie gekeken op Netflix. Maar dat boek heeft zeker geholpen, ja. Mooie tip. Ja. 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 En ook ja, om het veel breder te zien als van. Want daar, ik was een beetje. Ik vond het eigenlijk een irritant mens. Want ik dacht, ja, had het opgeruimd, had het tuttige gedoe, weet je wel. Zo, Ja. ja, ik had er wel best wel weerstand. Ja, maar Toen ik ik het, snap ook ja. wel, ik heb het boek gelezen en ik moet ook zeggen dat de Netflix-serie trekt mij niet. En het boek wel, want ik snap wat jij, want dan triggert ze iets heel anders. En in het boek maak ik
een plaatje bij haar en lees ik haar message. Dus ben ik ook echt gefocust op haar boodschap. En eigenlijk nadat ik dat boek gelezen heb, en daarom vind ik het ook echt een aanrader voor iedereen en jij herkent dat, is juist toen ben ik gaan durven kiezen voor mezelf. En dat ik al die ruimte voelde en dat ik ook heel erg bewust was van ja, wat maakt mij blij? En dat is eigenlijk het eerste persoonlijk ontwikkelingsboek waarvan ik echt, wat eigenlijk alles heeft aangezet. Want ja, ik noem het echt een persoonlijk ontwikkelingsboek. Want het, ja, het gaat zoveel groei, geeft het, ja, het geeft echt een boost aan jezelf. Ja. Ja, want je kan ook ontspullen op zoveel vlakken. Niet alleen op het spullenvlak, ook op het mensenvlak. Ja. Ja. Ja, weet je, welke mensen geven je energie en welke bezigheden geven me energie. En ja, te gek. Goeie tip, mooi. Ja, dus dat is een mooi voorbeeld. Je noemde twee boeken. Ja, ergens zit dat in mijn achterhoofd ook nog. Wat is die tweede titel? Ja, de tweede is The Big Leap. Ah, Gary Hendricks. Ja. Ja. En... ja, ik vind dat ook geniaal. Ik wist dat eigenlijk onbewust wel, maar dat het zo diepgaand gaat dat mensen zichzelf zo extreem op hun succes en hun geluk kunnen saboteren. En het mooiste voorbeeld vind ik in zijn boek, dat je, ja, ik kan er echt van genieten, want ik zie alles dan visueel voor me, is dat... dat dan die zakenman die miljoenen deal wil tekenen, dat hij ziek is. En dat hij gewoon niet begrijpt waarom hij ziek is, maar omdat hij het zichzelf niet gunt. Van, oh, ik, maar ik doe toch gewoon maar mijn ding en dan krijg ik zoveel geld voor. Oh, maar wie ben ik nou? Omdat ja, hij voelt zijn onderscheidende goud niet en zijn fundament voelt hij nog niet. En ja, en die affaire, ik vind dat ook zo mooi hoe mensen, hoe die dat omschrijft, dat mensen... succes hebben in hun business, in hun gezin. En dat ze dan de secretaresse maar als minnares gaan nemen. Want ja, het kan toch niet op alle vlakken perfect zijn? Hoezo dan? Ja, ik vind dat je daar ook inzicht in krijgt. Van hoe saboterend jouw brein kan zijn. En door daar juist inzicht te krijgen. Dat je ook die zelfsabotage gewoon kunt doorbreken en doorzien. Ja, heerlijk. Fascinerend, hè? Ja, ik vond het ook echt een eye-opener. Dat je dan denkt van... En zelfs de meest succesvolle mensen doen het dus. En ja. Het heeft ook heel erg te maken met gunnen of zo, weet je wel. Gun jezelf het niet, weet je wel. Kan je je niet voorstellen dat gewoon dingen gewoon goed gaan? Ja. Dat dingen gewoon in je... Nou ja, zoals jij net omschrijft, weet je wel. Dat je eigenlijk... Al zou er geld in je tuin aan de boom groeien, dan nog ben jij al happy zoals je bent. En dan kan er ook een soort stemmetje in je hoofd gaan instaan van ja, maar dat kan toch niet? Het moet toch wel iets, weet je wel. En dan ga je zoeken naar de dingen die niet goed zijn. En dan ga je daar misschien wel op focussen. En dan kan je zomaar helemaal ongelukkig worden. Terwijl je eigenlijk gewoon het eigenlijk al hebt. Ja. Het staat gewoon recht voor je. Het is ook inderdaad, het heeft ook te maken met durf je te zien dat goud. Hè? Ja, durf je te zien en durf je het aan te raken en durf je jezelf dat te gunnen om te ontvangen en te voelen. Ja, mooi hoor. Ja, ja, inspirerend ook weer. En ja, dat maakt mij dan ook nieuwsgierig naar, heb jij iets of iemand die een voorbeeld voor jou is? Mag een ondernemer zijn, maar mag ook iemand anders zijn. Ik denk dat het toch echt wel die vriendin van mij is die op een gegeven moment zei van Simone, je kunt gewoon het onderwijs, uit, hè? En dat ik haar toen aankeek en zij is inderdaad een vriendin, maar ook ondernemer. En ik vind haar toch echt wel voorbeeld, want ze blijft altijd haar eigen koers varen. En sinds dat wij zijn, ik denk een jaar of 5 geleden weer op elkaars pad gekomen. En dat ik ook echt wel dat zo bewonderenswaardig vind. Wij zijn eigenlijk twee hele verschillende personen. Maar wat ik echt van haar leer is ook door je eigen stuk te gaan en te volgen. En ook echt te voelen dat je alles kan. Zij heeft mij ook, ooit tegen mij, wat voor mij als hooggevoelig persoon best wel handig was, dat iemand dat een keer tegen mij zei.
Simone, je hebt gevoel, maar je bent niet je gevoel. En toen ze dat zinnetje ook tegen me zei, dacht ik, ja, ik voel van alles, maar dat ben ik niet. Ik ben wie ik ben. En dat als ik verdrietig ben, dan ben ik niet een verdrietig persoon. Als ik boos ben, ben ik niet een boos persoon, maar het mag er allemaal zijn. Maar je kunt je er ook weer heel makkelijk, natuurlijk, daalt het dan in. Je erkent het, je bekijkt het, maar het daalt ook weer in. En het neemt, hoeft mij niet over te nemen, zeg maar. Ja, dus dat, ja, toch echt wel, ja, Rosalie van Gils heet ze. En dat is echt wel, ja, waar ik echt heerlijk mee kan sparren ook. En echt, ja, fantastisch. Ik bewonder haar echt wat ze in haar onderneming doet. Daar kan ik intens van genieten, ja. Wauw, nou, mooi. Een mooie opsteker voor haar ook weer. Dat je gewoon, leuk om te horen, denk ik. Hoe je iemand inspireert en waar je iemand op kan raken. Ja. Ja, tof. En heb je, nou ja, dat is een inspirerende ondernemer. Dus die vraag kan ik overslaan. Ja. Of heb je er nog... Ja, mag ik hem nog aanvullen? Ja, voor mij mag je altijd. Inspirerende ondernemer, sowieso natuurlijk Rosalie. En ik heb ook, ik vind echt, je hebt natuurlijk een aantal grote namen, vrouwelijke ondernemers, die ik inspirerend vind. Zoals Tineke Zwart, dat zegt je ook wel iets, denk ik. Ik vind Veronique Prins is weer een heel ander soort ondernemster, maar vind ik ook heel inspirerend. Bam, to the point en we gaan, zeg maar. En wat ik ook echt heel inspirerend vind, is alle ondernemers die echt op mijn pad komen en die ik op Instagram zie. De vrouwen die bezig zijn, zeg maar, hun bedrijf te boosten. Want het zijn niet alleen de grote ondernemers die mij inspireren, maar ook vooral wat er nu gebeurt. En dat zal je ook wel voelen in je hele systeem. Dat het de vrouwen staan op en voelen hun power en gaan hun goud ontdekken. En durven voor hun passie te gaan staan. En dat vind ik zo inspirerend. Dat het niet alleen het zijn grote vrouwelijke ondernemers die dat aansporen. Maar het zijn natuurlijk ook, er zitten zoveel tussen de kleine ondernemers zitten net zulke grote powervrouwen tussen. En die zijn nu nog niet door het grote, hè, door Nederland ontdekt. Maar die zitten er al wel. Ja, geweldig. Mooi. Ja, ja. En eens ook, inderdaad. En als je erop gaat letten, dan zie je er steeds meer. Het is wel want ik geloof wel dat je daar gelijk in hebt, dat daar een soort van transitie plaats aan het vinden is. Dat je ziet dat mensen steeds meer, nou ja, er gewoon voor uit gaan komen van, hey, ik wil dit en ik ga het doen. Is deze tijd natuurlijk ook heel goed voor. Want ja, iedereen klaagt allemaal over corona, maar het is ook een mooie tijd om even te contempleren. Ja. En je ziet ook, ja, je moet toch echt anders gaan doen. En dat je dus daardoor gedwongen wordt, zorgt soms net even voor die stimulans om het dan ook daadwerkelijk te gaan doen. En ja, wat heb je te verliezen? Ja. Dus ja, weet je, dat is wel mooi. Dat vind ik mooi aan deze tijd. Het biedt ook weer kansen. En ik vind het ook heel opvallend. Leuk dat je daarover begint. Want dat is waar. Ja. Als je erop gaat letten, dan ga je het zien. Ja, ja, tof. Nou, jij bent zelf zo iemand natuurlijk. en jij ook, dus ja. Ja, ik probeer ook mijn dingetje te doen, ja. En ik begin ook steeds meer wel te voelen van, ja, weet je, als je eenmaal weet wat je kracht is, dan ben je ook, ja, dan wil je het ook gaan doen. Ja. Dat is ook gewoon een beetje zo. En dan word je, dan met het gevaar dat je een beetje een preacher wordt. Maar ja, weet je, ik zou mensen wel door elkaar willen schudden af en toe van, joe! Kom nou, laat het zien, weet je wel. Ga het doen. Ja. Maar ja, weet je, je kan dat doen op die manier, maar je kan ook het goede voorbeeld geven. Of het, ik noem het dan niet het goede voorbeeld, maar het voorbeeld. Ja. Of het goed of slecht is, dat is niet aan mij. Ja. Maar wel gewoon dat je het gaat doen. En dat je gewoon, ja, weet je, dat je ook lekker op je bek gaat en dat het gewoon allemaal mag. Ja. En dat je die ontdekkingsreis mensen mee mag nemen, dat is gewoon heel te gek. Ja. Ja. Nou ja, en dat ja, doe jij dat ook. Heel herkenbaar. Ja. Ja. Ja, ik volg je nog niet zo lang, want ik ken je nog niet zo lang. Maar ja. En ik vind het nog wel leuk om nog even wat meer dingen over je te weten. En een van de vragen die ik dan altijd stel, die, ja, sommige mensen vinden me een beetje spannend. Maar als je mij echt zou kennen,
Dan zou je weten dat... Puntje, puntje, puntje. Ja. Nou, ik ga natuurlijk wel een interessant antwoord geven. Kijk, ik kan het antwoord geven dat ik van bossenbollen hou van, en dat dat niet de bossenbollen van Jan de Groot uit Den Bosch zijn, maar de chocoladesoezen van de Albertijn. Wat natuurlijk in Brabant echt, dat is echt heiligschennis. Dus, en als iemand bossenbollen heeft van Jan de Groot en er staat niks anders, eet ik ze echt al op hoor. Dus ik ben ook niet picky. Maar ik kom wel natuurlijk met een interessanter antwoord dan ja, dat als mensen mij echt goed kennen, weten ze ook echt wel dat mijn bedje niet gespreid was toen ik hier op aarde kwam. En dat ik echt wel ook echt wel gevormd ben. En dat juist daardoor dat ik sta waar ik nu sta. En dat het echt niet altijd roze geur en maneschijn is geweest. Maar dat ik ook wel heel anders in het leven ben gaan staan door te zien wat mij dat wel heeft gebracht. En dat als er nu wat mindere dingen op mijn pad komen, dat ik daar heel anders naar kijk. Waar ik vroeger dan wel echt uit het veld geslagen kon zijn, toch als ik het dan wel zo omschrijf. En dat ik dat nu ook heel anders zie, omdat ik gelijk de onderliggende message eronder zie. En dat ik denk van ja, maar Simone, je kan dit gewoon, hoor. Kom op, hoppakee. En dat ik... Voorheen dacht, oh, ik kan het niet. En nu voelt dat echt heel anders. Dat, dat fundament in mij voel ik nu heel erg. En dat is er natuurlijk altijd geweest. Maar als je je fundament niet voelt, dan ervaar je dingen heel anders. Dus als ja, de mensen die mij echt kennen, weten echt wel dat, dat ik ook wel veel geleerd heb. En mooi heb mogen groeien. Ja. Harde lessen, maar... Ja, ja. Ja, en die ik nu ook niet meer zo ervaar. Dus dat ik dat heel lang wel als harde lessen heb gezien. Maar dat ik dat nu gewoon echt in liefde en dankbaarheid. Klinkt misschien stom, maar ik ben daar ook heel dankbaar voor. Want anders was ik niet geweest wie ik nu ben. Dan had ik deze keuzes ook echt niet durven maken. Dat heeft natuurlijk ook te maken met ervaring, denk ik dan. Dat je dus echt op een gegeven moment merkt van... Hey, oh, ik kan het wel. Als je voor hete vuren staat, dat je ook gaat vergelijken van... Oh ja, maar ik heb misschien wel voor nog hetere vuren gestaan. Dus dit kan ik misschien wel. Ja. Ja, ervaring en ook veel meer... voorheen wilde ik echt de controle houden. Dus dan was het aan mij om de hele situatie te reguleren. Want dan kwam het goed. En dat ik nu ook... heel erg vol. Ik mag gewoon achteroverleunen soms. En het wordt ook opgelost op een bepaalde manier. Want is het wel aan mij om het op te lossen? Dat stuk voel ik nu heel erg. Interessant, ja. Ja, ja. En het is ook een beetje... Het heeft ook te maken met veerkracht, of niet? Of hoe zie jij dat? Wat is voor jou veerkracht? Ja, voor mij is veerkracht dat je altijd inderdaad voelt dat je... Ja, veerkracht is voor mij wel dat je inderdaad kan meebewegen ook. En niet dat, wat natuurlijk heel vaak gebeurt, is dat mensen geven heel veel van zichzelf, heel veel van zichzelf. En het elastiekje, hè, de veer is helemaal uitgerekt en dan komt die niet meer in vorm. Want dan krijg je niet voor elkaar om hem weer zo te krijgen. En dat je ook meebeweegt en dat je daardoor... Ja, wat ik al aangaf, dat je die controle die je normaal over de situatie wilde houden, dat niet aan jou is. Sommige situaties vragen dat helemaal niet. Dat wat mijn issue vroeger was en wat ik natuurlijk ook bij heel veel klanten van me zie, is dat zij het voelen als hun taak, terwijl het hun taak niet is, maar dat... Ze alle verantwoordelijkheid naar zichzelf toetrekken. Dat als er iets gebeurt op hun werk en ook als ze in loondienst zijn, dat zij voorop staan om het op te lossen. Terwijl is het aan jou om het op te lossen of is het aan jouw collega of aan je baas? En daar ook echt inzicht in te krijgen. En ik moet wel zeggen dat mijn man daar ook heel erg, ben ik daar heel erg dankbaar in dat hij dan ook zei, vaak toen ik nog wel in het onderwijs werkte, dat hij zei ja. Maar lieverd, je komt nu met een oplossing. Hebben ze dat aan jou gevraagd om de oplossing te bedenken? Nee, maar het moet toch opgelost worden? Ja, maar liefie, hebben ze dat aan jou gevraagd? Nee,
En dat ik toen ook echt heb geleerd van ja, er is niks gevraagd. Als ze het aan me vragen en ik wil echt nog wel meedenken. Dus het is niet dat je dan alleen maar achterover gaat hangen en denkt, nou, het wordt opgelost. Maar dat ik toen wel heel erg ook besefte van ja, wat doe ik eigenlijk? Er wordt niks aan mij gevraagd en ik zit al hele scenario's uit te denken. Dat is toch eigenlijk ook een beetje gek. Ja. Grappig. Ja, de vraag, is het wel jouw probleem? Ja. Herkenbaar ook trouwens. Ja, ja. Ja, en af en toe mag je, weet je, het is heel fijn om verantwoordelijk te voelen voor dingen. Maar je mag af en toe inderdaad, wat je net ook, je deed het letterlijk, dat was mooi om te zien. Je ging achteroverleunen. En dat is inderdaad wat je soms gewoon mag doen. Je mag soms ook gewoon, je hoeft niet alles te fixen, een beetje dat idee. Maar ik weet wel, de vrouwen hebben daar wel een beetje de neiging toe om dat te willen. Die willen alles fixen. Ja. 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 Mooi inzicht. Ja. Zijn er nog andere levenslessen of inzichten die je zou willen delen? Ik heb wel echt ook levenslessen, inzichten. Dat ik wel echt heel lang in angst geleefd heb op mijn zesde zintuig. Dat ik dat, als ik het had geweten, natuurlijk het proces loopt zoals het gaat, dus het was het moment. Dus daar vertrouw ik ook echt wel op. Dan had ik me zoveel relaxter gevoeld. Dan had ik zoveel nachten beter geslapen en niet met een lamp aangeslapen, maar gewoon heerlijk ontspannen kunnen zijn. En dan wat ik ook altijd, maar dat heb ik ook altijd gedurende het proces wel, niet toen ik er middenin zat, maar dat ik ook altijd wel heb gezien en ervaren dat de partners die op je pad komen, je liefdesrelaties, dat die ook altijd wel op je pad komen, ook met een boodschap. En dat, ik ben misschien heel erg verwend, maar ik heb vooral hele fijne, liefdevolle exen, zeg maar. Maar ook omdat ik wel, natuurlijk zijn er ook wel pannenkoeken, lichtelijk uitgedrukt, het is liefdevol uitgedrukt pannenkoeken, maar dat ik daar in die tijd wel anders over dacht, zijn er ook op mijn pad gekomen, maar ik dan al intuïtief wel heel erg voelde van nee, dit is tot hier en niet verder. Dat ik dat altijd wel heel erg ervaren heb, dat je niet jezelf voorbij hoeft te lopen in een relatie. Dat je altijd, raak je ergens verontrust, ga je op een bank zitten, kan je 's nachts niet slapen omdat je in een relatie bent, dan is er ook al, is die persoon nog zo leuk en lijkt het zo leuk, dan is het niet je relatiemateriaal, zeg maar. Want het moet toch echt wel balans brengen en rust en een fijne aanvulling zijn en niet een energielek. Ja, dat. Ja, of het moet zijn wat je nodig hebt misschien. Ja. En soms is het dat dan op een bepaald moment niet meer, omdat je je ontwikkelt. En daar gaat het ook vaak mis op, toch? Dat je merkt van, hé, ik ontwikkel wel deze kant op en die ander ontwikkelt zich een andere kant op. En dan kan je gewoon met elkaar kletsen. En ik denk altijd dan, is dat erg? Maar goed, ik heb daar nogal een expliciet mening over lang en gelukkig. Ja. Het kan wel hoor, maar het is, ik denk ook van, weet je, als je heel erg met persoonlijke ontwikkeling bezig bent, is best wel een uitdaging om gelijk te blijven lopen en ook elke keer de juiste voor elkaar te zijn. Dus het is wel moeilijk als dat lukt. Maar het kost ook moeite. Ja, nou en ik vind dat wel een mooie wat jij ook zegt, want zo zie ik dat zelf ook. Dat, ik hoor dat natuurlijk ook wel eens, dat vrouwen dan zeggen, ja, ik ga me even niet ontwikkelen, want anders groei ik mijn man voorbij. En ik vind dat altijd, ik vind dat verontrustend in de zin, je hoeft niet de handrem op jezelf te zetten, want is het je partner, dan groeit hij echt wel mee. En dan groeit hij misschien niet zo hard mee als dat jij zou willen, of dat jij... Of dat jij groeit. Maar ik ben er echt van overtuigd, als het wel de juiste liefdesrelatie is, dat inderdaad of het triggertje van ik mag hieruit, want het brengt me niet meer wat ik wil, en jij stapt verder. Want dat precies dat bedoel ik inderdaad. Maar daarnaast ook van, het is in geen één relatie de bedoeling dat je de handrem op jezelf zet. En als dat dan inderdaad tot een breuk leidt, als je eenmaal persoonlijk aan het ontwikkelen bent, je kunt niet stoppen. Je blijft. Het is een bron die onverzadigbaar is. En gaat de persoon die je lief hebt uiteindelijk niet mee, dan zal dat tot een breuk leiden. Maar dan komt daar
een andere liefdesrelatie naar te zijn een tijd op je pad, die wel weer blendt en waar je juist verder mee kan groeien. Daar ben ik echt ook heel erg van overtuigd. Dus nee, ik sluit me helemaal bij jou aan. Ja. Ja, ik vind het ook een mooi, ik vind het ook een heel interessant thema. Omdat ik echt denk dat daar is zoveel interessants over te zeggen. En er is ook zoveel, er zijn zoveel, ja, als we het zeggen, voordelen of dingen over van, oh, het hoort zo. Ja, eigenlijk hetzelfde als wat je er straks zei over verjaardagen. En over, van je, ja, je moet dat doen, want dan kwets je de ander of dan dit of dat. Ja. Terwijl, weet je, kijk, als jij de juiste partner hebt, die gunt jou ook dat jij groeit. Ja. En die staat aan de zijlijn lekker te cheerleaderen. Ja. En, of die wel of niet mee naar Tony Robbins gaat, om maar iets te noemen. Ja. Dat is helemaal niet relevant. Als diegene kan zeggen van, ik ben blij voor jou, ja, dan is het de juiste. En als je dat niet kan zeggen, dan is het nog, kan het nog steeds. Ja. Maar weet je wel, niet... Weet je, soms is het ook een beetje een soort aanname van... ja, ik ga dat maar niet doen, want dan dat vindt Henk vast niet goed. Of, en ik denk van, ja, maar weet je... Ga het dus met elkaar over hebben. Hoe kan ik de beste voor jou zijn? Ja. Super interessant. Ja, mooi. Ja, ik vind het ook echt, echt een mega interessant topic. En gelukkig komt het ook in mijn goudsessies regelmatig aan bod. En in mijn coachings, dus dat nemen we dan ook altijd mee. Ja, ik vind ook relaties gewoon, ook liefdesrelaties. Het is gewoon, ja... Het is zo'n groot onderdeel van jezelf. En, maar inderdaad, wat jij zegt, het is wel echt het gunnen. Ze hoeven niet mee te gaan, want dat is ook niet. Je hoeft niet alles met z'n tweeën te doen. Wil jij daar naartoe en jouw partner? Ik hoef over mijn goudsessies, hoef ik met mijn man niet in detail te gaan treden. Van, oh, dan voel ik dit en dan voel ik dat. Nou ja, hij haakt af. En terecht, want als hij over zijn... werktechnische termen, joh, dan ben ik ook binnen 5 seconden gaat er iets uit, maar ik zie dat hij passie heeft in zijn werk en hij ziet dat ik dat heb, ja, en dat is gewoon het allermooiste wat er is. En dat gun je elkaar gewoon, en dan denk je, ik ben blij voor jou, en dat is gewoon, ja, dat is soms ook gewoon genoeg, en je kan inderdaad wel willen dat iedereen meegaat met jou, maar de vraag is eigenlijk, moet dat? Ja. Het is ook gewoon cool om het in je eentje te doen en het vervolgens op een mooie, positieve manier te delen zonder andere mensen te willen overtuigen of voor jou kaart te spannen op dat. Maar het is inderdaad wel een beetje, ik zie het wel bij veel vrouwen inderdaad gebeuren, dus het is wel mooi dat je ze daarmee kan helpen. En dat gaat ook over Marie Kondo-stijl eigenlijk. Want ja, en dat vind ik, daarom noemde ik ook dat boek. Als er echt een boek is, ja, dat is het. Want je gaat alles echt in een heel ander perspectief bekijken. Ja. Ja. En weet je, en als het geen joy sparkt, wat kan je doen? Want er zijn natuurlijk ook altijd nog een heleboel dingen die je kan doen. Ja. Dus, maar mooi, ja. Nou... Ja, we zijn bijna aan het eind van het interview gekomen. En ik ben nog heel even benieuwd naar... Wat lees jij, kijk jij en luister jij op dit moment? Ja, het is een mooie vraag. Want ik heb net 2 boeken uitgelezen. En ik heb dan echt van die periodes dat er heel veel titels op mijn pad komen. En dan lees ik echt boek na boek. En... ik had de laatste 3 boeken die ik heb gelezen, zijn boeken die eigenlijk via klanten van mij op mijn pad kwamen. En dat ik dacht, nou, ik ben benieuwd wat erin staat. En dat was Afdalen in je ziel van Alberto Vidello. Als ik het, ik weet niet precies te schrijven, maar Afdalen in je ziel. Ik heb Tijn Tober, de Tijnbender. Tijnbender, volgens mij. Tijnbender, ja. En ik was daar heel erg benieuwd naar, omdat dat natuurlijk tegenwoordig gaan heel veel mensen daarop aan. En ik ben dan heel erg benieuwd, waar gaan ze dan op aan? Omdat ik natuurlijk de expertise wel beheers van mensen lezen en het zesde zintuig, dus ik weet hoe het werkt. Maar dan ben ik heel erg benieuwd, wat is er dan in dat boek dat mensen zo vernieuwend vinden? Dat is dan dat ik ook echt even onderzoek doe. En dat is wat ik... Eigenlijk, dat zijn de laatste 2 boeken die ik gelezen heb. En
dat stukje afstemmen op de ziel en dat je je eigen pad kan creëren, daar sta ik ook heel erg voor. Dat, wat ik zeg, je komt in het ene nest word je geboren en daar blijf je altijd mee verbonden en dat zorgt ook voor wie je bent. Maar jij kunt wel bepaalde familiestukjes die eigenlijk continu terugkomen. Je kunt wel het karma doorbreken en je eigen pad ook daarin gaan. Daar ben ik heel erg van overtuigd. Dat je zelf alle capaciteiten in je hebt om daarvan los te komen. En dat jij ook kan komen met wat je zielsmissie is. Maar dat wel de manier is waardoor jij gelukkig wordt en echt plezier gaat behalen. Dus dat jij niet continu het leed van wat al generatie op generatie doorgaat, dat je daarin hoeft blijven te hangen. Dat is wat ik daar... En ja, Tijn Tauber, ik weet niet of ik het goed zeg, die heeft het ook over buitenaardse wezens. En ik merk dat, voorheen had ik een blokkade ook op mijn zesde zintuig. En nu merk ik dat ik hem een beetje heb op die buitenaardse wezens. En toch voel ik intuïtief echt wel dat daar iets is. Maar dat is voor mij nog wel een... iets waar ik niks nu mee doe of ook nog niet de behoefte voel om me daarin te verdiepen. Maar ik vond het interessant om dit verhaal te lezen, hoe hij daar naar kijkt en hoe hij het op heeft geschreven. Oké. Okay. Ja. Nou, interessant. Ik heb het niet gelezen. Ik heb wel andere boeken van hem gelezen, maar deze nog niet. We zetten de titels in de show notes voor mensen die het interessant vinden om te lezen over buitenaardse wezens. Ik denk altijd, ja, het is ook best wel arrogant om te denken dat wij de enige zijn op deze hele kosmos. Ja. Nou, en dat schrijft hij ook. Dus ik vind het zo mooi dat jij dit zegt. Hij schrijft dat ook in zijn boek. En dat ik ook denk van, ja, dat is natuurlijk wel... Dus dat stukje vind ik ook dat... Voorheen dacht ik daar altijd over. Dacht ik aan de serie X-Files en et cetera. Maar nu denk ik, ja, maar inderdaad. Wie zijn wij om te denken dat wij de enige inderdaad in dit heelal zijn? Ja. Ja, ik wil niet zeggen dat van die groene monstertjes zijn die met ufootjes komen. Maar... Nee. Maar ja, weet je wel, parallele werelden, I don't know. Ja, ik weet het niet. Maar dat vind ik dus ook juist het leuke. Vind ik het leuke van het leven en van het hele... Ja, ik geloof dat het bedoeling is dat je, dat je jezelf ontwikkelt en dat je leert dat het leven is. En ja, weet je, je weet niet wat je niet weet. Dus in die zin, blijft het altijd leuk. Want dan denk je, wat jij nu zegt, van nou, ik heb heel veel dingen... overwonnen op het gebied van blokkades op de zesde zintuig. En weet je, je weet nooit wat er verder nog kan. Ja, ja, precies dat inderdaad. Precies dat. Misschien kunnen we jou van een jaar wel bellen omdat we met aliens willen kletsen. Nee hoor, grapje. Ja, you never know. Nee, maar ja, weet je, het is wel leuk. Weet je, hoe breder je leert kijken, hoe breder je leert kijken. Ja. Zoiets. Weet je wel, als je eenmaal open-minded, echt open-minded gaat zijn. En uit jouw bubbeltje van wat je kent en wat gesneden koek is. En dat geldt ook voor je negatieve ervaring natuurlijk. Als je allerlei shit meegemaakt hebt van vroeger, dan is het zo van ja, ik ben, nou ja, een beetje dat idee van dat je voor een dubbeltje bent geboren en dat je nooit een kwartje kan worden. Terwijl als je kijkt hoeveel mensen er kwartjes zijn geworden, of zelfs miljarden, dan denk je, nou, dat is dus niet waar. Maar ja, je moet het zelf soort van doormaken en ervaren om te concluderen, hey, oh ja, dat klopt. Ja, ja. En daar help jij mensen mee. Heb je nog tips of adviezen of een mooie quote om af te sluiten? Oh nee, ik wil ook nog weten, waar luister je naar? Ja, waar ik naar luister, dat is echt heel weinig. Want ik luister eigenlijk te weinig podcasts, maar ik ga natuurlijk jouw podcast nu wel vaker even luisteren, yes. Ik luister echt heel weinig podcasts. Ik luister wel radio. Ik luister ook niet bewust muziek. Het is altijd wat op de radio komt, dan moet soms luisteren naar Bobby Ernst en de rest van de jongens. maar ondertussen kan ik dat ook al waarderen, want het is eigenlijk best wel grappig wat ze zingen. En kijk, ja, ik kijk ik kijk geen nieuws. Bijna geen nieuws. Ik luister dus wel op de radio, komt er wel nieuws voorbij, maar ik kijk dat niet. Een bewuste keuze, ook het trekt mij niet. Het interesseert me in zoverre dat wat belangrijk is, dat ik weet
komt wel tot me. Maar ik wil me niet verbinden met continu die lage vibe van negativiteit. En ik kijk Netflix. En ik ben dan wel echt het type als ik een serie heb gevonden. Ik merk ook dat ik sinds het ondernemerschap een andere manier van Netflix kijken heb. En ik denk dat je moet lachen, maar misschien herken je het ook wel. Dan heb ik een serie gevonden. Ik heb laatst, volgens mij heet het Gambit. Zo'n vrouw die schaakt en... ja, kan. En in ieder geval een hele intelligente vrouw. En... Ik kijk dan die series. Ik kijk ook echt wel van die romantische. Ik ben ook echt van, oh, ik moet liefde en leuk dat ze elkaar vinden. Ik ben echt zo'n romanticus. Maar dan kijk ik dus een serie en dan ga ik met mijn telefoon. Dan kijk ik en dan scroll ik al door. Want dan denk ik, ja, deze scène is tijdrekkerij. En dan, dat doe ik op mijn telefoon, want op de tv gaat het niet. Maar op je telefoon kun je ook echt de scènes heel makkelijk zien. Dus ik kan, soms dan kijk ik op een avond, nou dan zet ik om 9 uur mijn Netflix aan. En dan is het bijvoorbeeld 15 seizoenen van een serie. En dan heb ik de helft van de seizoenen al gekeken door zo te scrollen. Omdat het heel veel tijd bespaart. Want die clichés, daar heb ik helemaal geen zin in. Dat is zonde van de tijd. En het mooie is, dan heb je al heel veel weggekeken. Want ik kan ook heel erg in een verhaal blijven zitten dat ik wil weten van, oh, hoe loopt het af? Ik heb met Man Lief Undercover 2 het seizoen gekeken laatst. En dan wil ik gewoon weten, hoe gaat die laatste aflevering zijn? En bij hem mag ik dan niet dan kijken we braaf op tv, want hij wil wel alle details. En dat kost gewoon te veel tijd. Het is niet efficiënt. En het gaat uiteindelijk gewoon om het gevoel wat ik erbij krijg. En... uiteindelijk het einde van yes, en loopt het goed af, loopt het niet goed af. Maar dat is hoe ik tegenwoordig iets bekijk. Cool. Oh, dat, ja, grappig. Zou ik ook moeten doen. ook een soort van heiligschennis of zo. Nee, maar ja. Ik doe het wel met cursusvideo's. Die doe ik wel op high speed. Ja. Dat ze gewoon even wat sneller praten. Dat kan, met YouTube kan het volgens mij... kan je het dan op een snellere snelheid zetten. En met Vimeo kan je het ook doen. En dan, dan kletsen ze gewoon 2 keer zo snel. En dan scheelt je hartstikke uit. Maar dat is wel echt een goede tip. Want, ja, en daar ben ik dan altijd wel bang om iets te missen. Maar bij een serie dan zie ik gewoon het beeld. En hoe ze naar elkaar kijken. En dan kan ik al wel... dan zie ik aan de beelden en wat er gebeurt al. En dan op de scène dat ze elkaar wel vinden. En elkaar beginnen te zoenen. Dan zet ik hem natuurlijk wel stop. Want dat vind ik wel interessant. Maar als ik dus zeg maar een cursusvideo... dan spoel ik hem niet door. Dan zet ik hem gewoon op 2 keer 3 keer zo snelle snelheid. Dan hoor je nog steeds de hele inhoud... alleen, het gaat gewoon sneller. Dus alle pauzes en zo, dat blijft weg. Dus het gaat gewoon blablabla. En je spoelt niks, je mist niks. Het gaat gewoon zo snel. En kun je het dan volgen? Het is natuurlijk. Kijk, ik praat nogal snel, meestal. Dus als je mij dubbel speed doet, is het misschien wel onverstaanbaar. Maar je hebt wel, weet je, Ilka de Boer bijvoorbeeld, daar heb ik best wel veel dingen bij gevolgd. Maar die praat heel relaxed, heel laid back en dat is super chill. Maar ik heb er geen tijd voor. Dus dan doe ik Ilka. Die doe ik gewoon op 2 keer of 3 keer snelheid. En dan kan ik prima volgen. En dan weet ik toch wat hij zei. Ja, dat vind ik super relaxed. Ja, maar dat is wel echt een goede tip. Want ik herken dat wel, dat je soms inderdaad iets volgt en dat je denkt hop. Ja. Het duurt te lang. Ja. Nou ja, en ook gewoon omdat je dan... Maar dat heb ik dan. Ik ben gewoon nieuwsgierig. Dus ik wil alles weten. Dus ik ga dan... Ik wil zoveel cursussen volgen en zoveel dingen doen. Ja, daar heb ik gewoon geen tijd voor. Dus dan moet je een beetje op die manier. Ik vond het wel een goede, maar doorspoelen in series. Dat zou ik toch wel best spannend vinden. Maar goed, het ligt aan wat voor iets het is. Maar ik vind Undercover... wil ik toch wel alle scènes zien. Ja, dat is wel Maar ik vind het wel een goede tip. Voor de ongeduldige mensen is dit perfect. Heb je nog andere tips? andere tips is dat je echt gewoon mag gaan kijken van waar zit je eigenlijk je grootste angst en waar komt die vandaan? En is het juist iets wat misschien wel jouw superpower is? Dat ik echt heel erg in geloof dat door buiten je comfortzone te gaan, dat je pas je ware jij ontdekt.
Ja. Dat echt gewoon, ik heb gewoon altijd voor mezelf wel iets in mijn hoofd. Ik ga dit doen, want daar voel ik me eigenlijk hartstikke ongemakkelijk bij. En ik ga dat bewust doen, want ik weet zeker dat het wel iets gaat brengen. En dat is ook altijd zo. En vaak is het intens veel plezier dat het ook gaat brengen. Ja, helemaal mee eens. Ik had laatst op Instagram inderdaad ook een quote van... If it scares you, you might try it. Ja. Zoiets van, dan zou je het zeker moeten proberen. Want dan is het misschien wel echt de tofste wat je kan doen. Ja. Je moet over die angst heen. Maar goed, dan moet je weten wat er aan de andere kant is. Het is ook een kwestie van ervaren. Hè? Als je het een paar keer gedaan hebt, dan weet je het. Ja, dat is het. Ja. Ja, cool. Simone, wat geweldig dit gesprek. Ik vond het helemaal leuk. Waar kunnen mensen, als ze nieuwsgierig naar jou zijn, waar kunnen ze meer over jou vinden? Op Instagram, onder Simone de Jong. En dan de Jong met een H op het einde. En ja, op LinkedIn kun je me ook vinden. Maar ik moet wel zeggen dat ik mijn favoriete kanaal vind ik toch echt wel social media. Vind ik echt Instagram, omdat je daar echt wel een beter beeld krijgt van wie ik ben, wat ik doe. En dat beter zichtbaar is op Instagram dan op LinkedIn of Facebook. Dat dat echt wel helderder... Ja, ik vind dat altijd een soort portfolio Instagram van mensen ook. Waar je echt heel veel uithaalt. Dus op Insta. Cool. Leuk. Nou, we gaan je allemaal volgen. En dankjewel voor dit gesprek. Jij ook bedankt. Ik vond het echt heel erg tof. Superleuk, superleuk. Nou mensen, en dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer. Ciao. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je willen connecten of meer informatie willen hebben, dan kan je me vinden op LinkedIn en op Instagram @katkolno. Tot de volgende keer. Ciao.